Welkom bij deze geleide meditatie van commithappiness.nl. Ik ben Loes, de eigenaar van Commit Happiness, en in deze geleide meditatie ga ik je meenemen op een innerlijke reis waarin je jouw unieke ingrediënten vindt om op dit moment meer positiviteit en fijne energie in je leven toe te laten. Zoek een fijn plekje om te mediteren. Zorg dat je comfortabel zit of ligt en sluit je ogen. Word je gewaar van hoe je hier op dit moment aanwezig bent. Wat je hoort om je heen. Hoe je je voelt. En wat voor sensaties er in jouw lichaam aanwezig zijn. Tijdens deze meditatie mag je alles wat niks met de meditatie te maken heeft, even laten voor wat het is. Als er gedachten in je opkomen over morgen of gisteren of andere zaken in je leven, dan hoef je niks anders te doen dan opnieuw je aandacht terugbrengen naar deze meditatie. Haal dan nu een paar keer diep adem. In en weer uit. En een diepe ademhaling in. En adem weer uit. En dan adem je nog een keer diep in. En weer uit. Oké. Stel je dan voor dat je je in een oud en magisch bos bevindt. De bomen om je heen zijn heel groot en hun stam is stevig en breed. En aan hun energie voel je meteen aan dat ze hier al honderden jaren staan. Er heerst een diepe kalmte in dit bos. Het is aangenaam weer. De lucht voelt zacht. En overal om je heen zie je prachtig groen. Je hoort de vogels fluiten. En je voelt dat je helemaal welkom bent in dit bos. Dat ze op je gewacht heeft zelfs. Op jou om hier vandaag het bos in te komen. En wanneer je je daar bewust van wordt, zie je dat er een aantal takken voor je opzij buigen, zodat er een prachtige weg voor jou tevoorschijn komt. Kom maar binnen, fluistert het bos in een taal die je nog nooit gehoord hebt. En je zet je eerste stappen op deze nieuwe weg. Die naar het hart van het bos leidt.
Terwijl je dit pad bewandelt, zie je overal om je heen de prachtige struiken. Klim op de oude bomen, vol met diepe wijsheid over het leven. Misschien kom je ook wel wat dieren tegen, of hoor je ze. Hoe dieper je in het bos doordringt, hoe meer je die oude wijsheid voelt die hier aanwezig is. Een plek die misschien al sinds het begin der tijden aanwezig is geweest. De begroeiing die je tegenkomt is ook steeds ouder, steeds rijper. Je komt langs bomen die wel duizenden jaren oud zijn. En dan kom je uit op een heel erg speciale open plek in dit bos. Je kijkt naar een heel erg hoge rots. Een grote rots waar op allerlei verschillende plekken bronnen uit ontspringen. En het water loopt in kleine watervalletjes naar beneden. Maar als je beter kijkt, zie je dat het niet echt water lijkt te zijn. Het glimt een beetje. Uit deze bronnen die in de berg ontspringen, komt een magisch soort energie. Die glijdt langs de rots en baant zich prachtige wegen door het bos heen. Je ziet prachtige bloemen en kruiden. En de bomen aan de rand van deze open plek dragen allerlei vruchten. Vruchten die je zelfs nog nooit gezien hebt. En als je de rotswand beter bekijkt, zie je dat er allerlei verschillende soorten kristallen en edelstenen in fonkelen. En je oog valt op een kleine opening in de rotswand. Je moet even bukken om er doorheen te kunnen. En dan kom je in een kleine, donkere grot uit. Als een soort knusholletje voelt het. En daar neem je plaats. Zoek maar een houding in een plek die voor jou prettig is. En in de kalme duisternis van deze grot kom je weer helemaal terug bij jezelf. Bij jouw gevoelens en bij jouw behoeften.
en neem dan even de tijd om vanuit de diepte van je zijn een antwoord naar boven te laten komen op de vraag: wat heb ik op dit moment nodig om me positiever te voelen? En er zijn geen verkeerde antwoorden. Je hoeft ook niet te proberen om een antwoord te vinden of om het juiste antwoord te vinden. Het enige wat je hoeft te doen is luisteren naar wat voor antwoorden er in jou opkomen wanneer je jezelf die vraag stelt. Wat heb ik op dit moment nodig om me positiever te voelen? Wanneer je wat tijd hebt doorgebracht met deze antwoorden, ga je weer naar buiten, terug naar de open plek in het bos. En voor de ingang van de grot zie je een klein flesje staan. Dit flesje heb je van het bos ontvangen om een speciaal elixir te maken. Dat jou gaat helpen om meer positiviteit in je leven te brengen. Pak het flesje maar op en loop naar een van de bronnen in de rand van de rots. En vul je flesje ongeveer 3/4 met deze magische levensenergie van het bos. Dit is het basisingrediënt voor jouw magische elixir. En je kunt nu op deze open plek op zoek gaan naar een aantal ingrediënten die precies aansluiten bij wat jij op dit moment het meeste nodig hebt om weer terug te komen bij je natuurlijke positiviteit. Dus denk even terug aan de antwoorden die je net in de grot hebt gehoord. En ga dan op zoek naar ingrediënten die symbool staan voor die dingen voor jou. Misschien zie je wel een speciale bloem die voor jou troost betekent. Misschien zie je een edelsteen waarvan je aanvoelt dat die je kan helpen met lichamelijke heling. Misschien wil je het sap van de vruchten van een van de bomen. Wat voor jou ook maar goed voelt. Je kunt even de tijd nemen om al deze ingrediënten te verzamelen. En mocht je geen duidelijk antwoord gehoord hebben of niet zo goed weten waar je nu op dit moment de meeste behoefte aan hebt, pak dan gewoon de ingrediënten, de bloemen, de edelstenen die jou intuïtief het meest aanspreken.
Je mag zoveel en zo weinig extra ingrediënten toevoegen als jij wilt. Als je elixir compleet is, kun je gaan besluiten hoe je het tot je wilt nemen. Misschien wil je het nu direct opdrinken. Misschien wil je het als een ketting om je nek binden en zo op je in laten werken. Misschien wil je het over jezelf heen gieten. Of je voorstellen dat al het water wat je vandaag in de fysieke wereld gaat drinken, een paar druppels van dit elixir bevat. Kies maar hoe jij deze magische, helende energie vol met positiviteit tot je wilt nemen. En die keuze is wat het hele proces vanzelf in gang zet. Daar mag je op vertrouwen, ook als je niks voelt of er niet in gelooft. Neem dan nu afscheid van dit magische bos. En als het goed voor je voelt, kun je het bedanken voor wat je van het bos ontvangen hebt. Langzaam terug in het hier en nu, door je aanwezig te worden van je lichaam. Voel waar je contact maakt met de fysieke wereld. Met een stoel, een bank of een bed. Word je bewust van de ruimte om je heen. Je kunt wat beweging in je lichaam brengen om weer helemaal hier aan te komen. En wanneer je daaraan toe bent, je ogen openen. Ik wil je heel graag bedanken dat je de tijd hebt genomen voor jezelf om deze meditatie te doen en
en je naar binnen te richten. En jezelf een mooi cadeau te geven. Er valt ontzettend veel kalmte en positiviteit in jezelf te vinden. Wanneer je jezelf met bewuste aandacht naar binnen richt. En speciaal daarvoor heb ik een gratis meditatiebundel ontwikkeld. Waarin je 3 ontspanningsmeditaties in mp3 formaat ontvangt. Zodat je ze op ieder moment kunt luisteren. Of je nu internet in de buurt hebt of niet. Op je computer of op je telefoon, wat voor jou maar prettig is. En je kunt die meditaties gratis ontvangen door te gaan naar www.commithappiness.nl/ontspanningsmeditaties. De link daarnaar zal ik ook onderaan dit filmpje zetten. Ik wens je heel veel plezier met deze meditaties. En ik hoop dat je heel veel innerlijke rust en diepe vrede in jezelf zult gaan vinden. Ik wens je nog een heel erg fijne dag.